Dat zien onze gasten niet meer vaak, hè, in de vlog. Nee. Dat we broodjes hebben uit de Omnia. Omdat we gewoon niet meer zo heel vaak brood eten. Nee. Maar ofwel, jongens, we eten nog wel eens brood, maar niet meer elke dag. Welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En hoor. En zie. Zachtjes tikt het regen op mijn kamer. Het is bewolkt en het regent. Maar ja, dat had hij voor deze dag ook voorspeld, hè. Ja, maar dat geeft niet. Want we hebben de slingers al weer opgehangen. Welkom bij onze vlog. Doe een duimpje omhoog als je er net zoveel zin in hebt als wij. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Veel plezier! Schattig, hè, die kleine pannetjes. Ja. Van bij de Action. Ja, zijn ze van de Action? Ja, die hebben we toen bij de Action gekocht, toch? Ja, dat kan. Toen maakten we nog gewone pannetjes. Want we gaan een spiegeleitje maken. Ja. Nou, ik hoop dat het goed gaat. Kijk maar mee. Wat goed van jou. Lekker ontbijten. Ja, ik heb een bruin gezicht, maar we zijn inmiddels 5 uur verder. Een hoek lezen en computerwerk verder. Het regent, jongens, het regent. Nou, nee, het regent niet hard. Nee. Maar het blijft regenen. Het is niet te doen. En als we het nieuws horen, dan horen we overal fluus, fluus, fluus. Achtung, fluus. Ik denk, oh. Weet je waar we zitten? Kijk. Aan de beek. We zitten hier aan het water. Dus we hebben een referentiepunt genomen. Dat is een steen die er ligt. En zolang die nog vrij... Want tot we die nog kunnen zien, hebben we gezegd, is het goed. Maken we ons nog geen zorgen. Maar er komen inmiddels gewoon ook mensen aan. Caravan opzetten, tenden opzetten. Onze familie moet nog komen. We hebben dus vertraging vanwege dat slechte weer. Komt allemaal goed. Maar ik ben er heel rustig onder. Wij vermaken ons wel. Joe is lekker een boekje aan lezen. Ik heb de nieuwsbrief al klaar, die binnenkort gestuurd wordt. Dus heb je er interesse in, stuur ons even een mailtje. Ga naar de website, kun je alles teruglezen van de nieuwsbrief. Maar dan komt weer een campertje. En dan staan een knausje. Staan er. Ja, leuk. We hebben in ieder geval genoeg te zien hier. Leuk. Oké. Zoals jullie kunnen zien, jongens, de familie is gearriveerd. Hoe? En wat jullie waarschijnlijk al gezien hebben, ons op een shortje en dergelijke. Kijk, het water staat inderdaad hoog en het stroomt. Maar we zijn alert. Er is nog geen paniek. We gaan nog een tentje opzetten. Ga jij een tentje opzetten? Goedemorgen. Nou. Het is 8 uur. Wat een nacht. Ik ben me al klaar aan het maken. Ja, jongens, we hebben besloten om te gaan vertrekken. We gaan weg hier vanaf de camping. Heel jammer en vervelend, maar het water komt gewoon echt steeds hoger en hoger. En de andere kant loopt al onder water, de weg staat al onder water. Ja, en nu krijgen we waarschuwingen voor overstromingen in Luxemburg. Ja, er komt nog extreem nood weer aan, dus we gaan het risico niet lopen. Ik denk dat ik zo een rondje ga bellen om te kijken waar we terecht kunnen. En dan... Dan is het niet. Dan zien we het wel. Anders wordt het Tunesië. Ja. Daar is niks aan de hand. Nee, daar is niks aan de hand. Maar we zijn niet alleen. Dat is het punt. We hebben nog een caravan bij ons uit een tent. Dus we gaan gewoon kijken of we ergens een plekje kunnen manifesteren of creëren. Hm. Laten we het zo zeggen. Catching up.
ben eens benieuwd hoe ver we gaan komen. Godzooi, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Akelig eigenlijk, ja, hè? Dit geeft een heel on... Wow, dat is gewoon een en al water. Nee, en dat was net nog niet, hè? Een half uur geleden was het nog niet. Gewoon achter Erik aan. Let op, het hier is de rand van de weg, iets meer naar die kant. Nou, ik ben blij dat we weg gaan. Ja, het is niet leuk. Een nieuw plekje is al geregeld voor ons. Ja, het was wel. Het is een hele leuke camping en we hebben een vouchje gekregen zodat we nog een keer terug kunnen komen. Want het is hier zo mooi. We hebben niks gezien, maar het is hier al zo mooi. Het is hier zeker mooi als het niet te veel regent. Nee. Oh, hier sta je toch ook niet met plezier op. Nee. We hebben zelfs het ontbijt overgeslagen. Ja. Nee. We hebben afgesproken, het ontbijt doen we ergens onderweg. Ja. Weet je wat het is? Deze camping ligt in een kommetje. Ja. En ja, het heeft de afgelopen tijd alleen maar geregend. Dus het grondwater is hoog. Er gaat niks voorbij. En er komt nog meer regen aan. En straks kunnen we niet meer weg van de camping. Dat lijkt me het allerengste. Dat je geen controle hebt. Daarom, we nemen nu zelf de controle in handen. En we willen graag er een happy weekend van maken. Nou, dat moet dan af en toe met een aanpassing, zoals jullie zien. Even wachten, schat. Ja. Het gaat één voor één. Ik ben benieuwd bij het tunneltje. Ja, ik ben ook benieuwd bij het tunneltje. Want van zo'n leuk klein stromend beekje, waar ik met de drone overheen gebogen ben in de vorige vlog, is het nu echt een kolkende rivier. En vooral daar in die... Oh, jongens. Ja, volgens mij gaat het nog wel. Kijk, want als dit nog hoger komt, dan kom je hier niet weg. Kom je niet meer weg. Silly is ook al foto's aan het maken. Ja, ja. Kijk nou jongens, dit is toch niet te doen. Dit scheelt echt niet veel meer hoor. Dit is niet te doen. Voorzichtig schat. Ja. Als Erik nog gewacht had, had ik hem kunnen inhalen. Ja, schat. Nou, we gaan nu al naar wat hoger gelegen gebied. Weet je, wij staan nog hoog op de wielen, hè? Maar gewoon een auto en een caravan. Die tenten toch... wat naar de onderwater waren gelopen, zo zonde. En dan heb je meteen ons hart, hè, die dan de mensen gaat helpen. Want ja, met je campertje, kijk wat hier gebeurt. Hier hebben Dat is dat kleine stroompje. Dat is dat kleine stroompje, moet je kijken. Dat is geen klein stroompje meer. Nee. Boah. Dan hebben we van de week nog, waar loopt hier water? Waar loopt hier water? Want we horen water. Nou, nu is het zichtbaar. Voorzichtig, want hier kunnen... Oh, de vies hebben ze overzicht, ja. Ja, je ziet hem hier, jullie zien het niet, maar hier aan de linkerkant. Dat hele land waar we in de zon gezeten hebben, is allemaal water. Heftig, hè, dat zo in een 24 uur kan gebeuren. Zoals we het op zijn Maastricht zeggen, jongens, zoals we het op zijn Maastricht zeggen, ik ben helemaal aan de bubbel. We zitten nu op een stukje waar het niet opstroomt. Nee. Want hier rij je daar bij de kerk omhoog en dan ben je al uit het dal. Zo in loer. Ja. Ah, nou, die deur doe ik dadelijk nog wel een keer. Nog één keer het water. Nou schat, we zijn uit het dal. Oh. We
droog. Het wordt ontbijten, jongens, met de view. Ja. Maar je ziet helemaal niks, want mistig het is hartstikke mistig. Maar, beter hier op de berg dan onder in de dam met natte voetjes. Ja, maar je hoorde net ook op de radio, hè, paniek hier in de omgeving. Want het is echt heel heftig. Ik ben nog steeds een beetje tot ik denk van blablabla. Maar goed, we zitten hoger. We gaan naar een ander plekje toe. We gaan toch weer naar een mooie Zuid-Limburg, jongens. Dan moet het zonnetje scheiden. Het is toch wel bizar. Het is echt bizar. Zuid-Limburg? Belgisch Limburg? Ja. Ja, Zuid-Belgisch Limburg. Limburg is één. Maar we gaan eerst nu even lekker eten, want ik heb honger. Nu wel een beetje trek. Het was wel heel spannend, want we zijn 7:30 waren we wakker. Het is nu 9:10 en we hebben een tent afgebroken. We hebben een voortent afgebroken. De camper op, het bestaat al bij het tankstation. Het was echt alle hands on deck en gaan met die banaan. Maar kom, gaan nu we even eten. Ontspannen. En sta je de zon. Wat een ander weer. Boah, wat een opluchtingen. Oh. We zijn eigenlijk heel een beetje rustig nu. Ja, we zijn eigenlijk hals over kop vertrokken. Stress. Zonder te eten. Ja, eten uiteindelijk bij het tankstation. Paniek. Hey, en we staan voor ons op een bekend plekje, maar een nieuw plekje voor onze familie. En dat vinden we heel leuk dat we dat met ze kunnen delen. Maar wat we nog mooier vinden en heel waardevol, waar we hier Yokomo Park voor willen bedanken. We zijn hier heel hartelijk ontvangen. Er was nog een plekje voor ons, is allemaal geregeld. We komen zo door. Oh jongens. Wat een service. Echt ongekend. Super, dankjewel. Ja. Maar... het was vanmorgen, vannacht, we hebben niet geslapen. Niet heel goed, nee. Om 7:30 zaten we aan de koffie. Om 9:00 stonden we bij het tankstation. Toen waren we, hadden we opgebroken, zijn we weggereden. Het is nu 11:45. Ik zeg, het is lunchtijd. Dat gaan we zeker doen. Nou, de familie is gesetteld. Daar komt de Defender, want je hebt natuurlijk altijd wel een klein probleempje. Tenminste, dat kan voorkomen. Kijk, je slipt vast met je camper. Dat heb je natuurlijk door die regen wat hier ook de afgelopen tijd gevallen is, hè Joy? Ja. Maar het is dan top toch dat je elkaar zo kunt helpen op de camping. Wij geven de sleepkabel. Teamwork. Het is teamwork. Een beetje indraaien, een beetje indraaien. Ja, 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 ja. Yo. Ja, kijk, dat is teamwork, jongens. Ja, die Defender kan dat heel makkelijk trekken, zo. Ja, top. Kijk. Mooi, hè? Kun je staan. Ja, en dat zijn dan de resten die overblijven. De sporen. Nou ja, ook dat heeft natuurlijk zijn charme. En dat gras, dat groeit wel terug. Niet te ver, niet te ver. Die planten laten drogen. Huh? Wat zeg je? Dat dit kamperen is. Zeker. Het is toch handig dat sleepkamertje wat we gekocht hebben? Ja. Je weet het maar nooit. Voor die paar euro kun je niet vastzitten. Nee, zeker niet. Maar dat heb je vooral met kamperen, hè? Elkaar helpen. Toch? Zeer zeker. Mega ding. Mega caravan. Hoe groot zou die zijn? 10 meter? Nee. Zo, even een hapje eten. Ja. Hier of nee, iets we verder? Moeten ietsjes verder nog. Ja, eentje verder. Oh, daarachter komt een campertje nog. Zie je het? Daar? Ja. Begin van het pad. Ja, die staat misschien hier waar wij de vorige keer stonden. Ja, hier hebben wij toen de vorige keer gestaan. Hier hebben we dat vosje gespot. Ja, ja, toen liep het vosje waar we nu waar de familie nu staat. Ja. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above.
anti-koflambé. Dat is dus een uniek beeld, hè? Sfeerbeelden. Zo, wat een bewogen dag. Boah, jongens, wat een vlog. Het is ongelooflijk, maar we zijn helemaal moe. Ja. Moe. Het was eigenlijk een late night snack. Avondeten. Avondeten, want we hebben dus nu van 2 dagen 1 vlog. Hak op de tak. Water, geen water. Is er wat? Ik heb vannacht dus serieus, Joy lag heerlijk te slapen. Heb ik hier dat zijruikje heel voorzichtig omhoog gedaan, zaklamp gepakt. Maar dat werkt niet met een zaklamp door je raampje kijken in het donker. Want je verblindt jezelf. Dus ik denk, ja, laat maar zitten. Laat maar gaan met dat water. Het komt goed. Maar het kwam helaas niet goed. Ja, dus het is goed gekomen. We zijn op een ander plekje beland. Maar we zijn gevlucht. Maar we hebben wel. We gaan nog een keer terug, want het is daar zo mooi. Maar dat is, hè, hebben we al gezegd, we hebben de dingen als voucher gekregen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, topcamping, jongens. Dat hebben jullie ook gezien in de vorige vlog. Wij gaan lekker slapen. Morgen een nieuwe dag morgen, met nieuwe activiteiten. Ja, nieuwe activiteiten. We gaan op pad. En leuk, ja, waar we gaan uitkomen, jongens, dat zie je de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende vlog. Hou het droog. Doei!